En er is nog een andere, zesde valkuil, waar ik je graag voor wil behoeden. Mensen hebben vaak de neiging om heel snel aannames te doen en conclusies te trekken. Maar er is één ding veel belangrijker dan dat. En dat is het stellen van de juiste open vraag. Een kwalitatief goede open vraag creëert een heleboel ruimte en nodigt mensen uit om iets te gaan onderzoeken, zonder dat ze zich daartoe gedwongen voelen. Probeer het maar eens uit, in een teamoverleg. Begin je verhaal of presentatie niet met een lange inleiding, maar stel een open vraag aan je publiek. Je hebt dan meteen de aandacht. Welk soort vraag is dan bij uitstek geschikt voor het op gang brengen van innovatie? Elke open vraag die inspeelt op de behoeften van medewerkers. Grofweg zijn er vier oerbehoeften die mensen hebben in de werksituatie. Dat zijn de behoefte aan autonomie, aan verbinding, aan erkenning en de behoefte aan competentie. Met het stellen van de juiste vraag krijg je een indruk van de behoeften van mensen in je omgeving. Dat geeft je de kans om in hun behoeften te voorzien. Het effect daarvan is dat mensen in je omgeving veiligheid ervaren en, zoals we eerder gezien hebben, is dat de belangrijkste voedingsbodem voor vernieuwing. Kortom, managers die vragen worden op handen gedragen. Het stellen van de juiste vragen is dus een enorm krachtig instrument. Je geeft mensen ruimte, je laat ze veiligheid ervaren en je moedigt ze aan om te experimenteren met ander gedrag. Een betere garantie voor innovatie is er niet. Ga voor meer inzichten in organisatieontwikkeling en leiderschap naar www.optimusprime.nl.